De Franse filosoof en schrijver Marcel Proust stelde bij leven een vragenlijst op waarmee hij zichzelf en zijn omgeving beter trachten te leren kennen. Die vragen die gebruiken wij voor een verdiepend gesprek met een cultuurmaker of cultuurminnaar. En vandaag hele bijzondere gast Marion Lambrix. Operaster, zangeres, operettester. 8 jaar niet geïnterviewd en nu zit u er toch. Maar wel in een vertrouwde omgeving voor een spiegel. Ja. U zei over uzelf, ik heb niet zo'n groot talent. Mijn stem is niet zo groot. Hoe kan iemand dat zeggen met zo'n carrière? Omdat dat de waarheid is. De waarheid. Ik heb ook nooit zangeres willen worden. Ik wilde altijd acteren. Ah? Ik wilde altijd acteren, altijd. Mijn vader was ook een goed acteur, amateur. Maar mijn vader was een multitalent. Die componeerde, maakte liedjes. Ja. Maar waarschijnlijk heb ik toch veel van hem gekregen. En ik wilde altijd acteren. En als een klein meisje stond ik op mijn slaapkamer voor de spiegel. En was Connie Frobos. En daarna twee kleine Italianen. Mm. Hè? Connie Frobos. Dat was mijn zangtalent. En nooit aan zingen gedacht. Maar had mijn vader weer eens een show gemaakt in Valkenburg. En toen vroeg ik, laat me toch eens meedoen. En schrijf toch eens iets voor mij. Ja. Nou, toen had hij zich laten invallen. Ik zou een parodie maken op een operazangeres. Ja. Carmen. En ik stelde me een operazangeres voor als een corpulente dame. Hè? Dus ik had overal kussens en daar kwam ik op en ik zong L'amour est un oiseau. En ik begon te zingen. Maar dat was voor mij acteren. Acteren was dat. Maar die stem hoorde die avond de bekende en beroemde destijds tenor Tom Brandt. Ja. Hij was dé evangelist in Matthäus Bach, Passion over de hele wereld. En de volgende dag kreeg hij een telefoontje van het conservatorium Maastricht. Ja, meneer Brandt wenst, zou het fijn vinden als u eens wilt komen voorzingen. Ja. Ik denk, nou, ik zal jou eens wat laten horen. Hè? En ik zong gewoon, oh, zei hij, reines natuurtalent, aanvangen. Ik ging naar huis en ik zei tegen mijn ouders, papi, mami, de meneer heeft gezag, ik ben een natuurtalent. Geloofden ze dat thuis? Nou. Oh, op het gemak. Maar toch had u zelf, nou, conservatorium ligt om de hoek bij de toneelschool. Heeft u het ooit geprobeerd, de toneelacademie? Nee, nooit. Nee. Ik ben op het conservatorium blijven hangen. Ja. In Maastricht een jaar. En dan kreeg ik allebei vakken, harmonie leren, contrapunt. En ik voelde gewoon, ja, ik kreeg plezier in dat zingen. Ja. Ik kreeg zoveel gevoel en passie. En ik zag dat ik dat kon combineren. Heeft u het gevoel dat u dan in het begin van de carrière een beetje gebluft heeft? Dat u zo wat veel mannelijke collega's, denk ik, in de opera en operette zo ontzettend goed kunnen? Ja, dat zou je best kunnen zeggen. Want dat vertelt u eigenlijk ook over die eerste Carmen-ervaring. Dat u denkt, nou ja, ik wist niet of ik kon zingen. Ik heb gespeeld alsof ik kon zingen en toen bleek ik het te kunnen. Ja, dat zou best kunnen. En, maar ik kreeg toen, ja, op een gegeven moment komt dan de uitnodiging uit Salzburg dat ik bij Herbert van Karajan moest voorzingen. Ja. Ik denk niet dat je dat mocht zeggen tegen Karajan. Ik zeg, Herr van Karajan, zo wie sie dat mag, kan ik dat niet. Ik kan überhaupt geen piano zingen. Ik zong maar. Ik wist hem. Zangen Sie bei mir nicht, nie, dass Sie nicht etwas können. Das können Sie. En toen zei hij, je krijgt de rol. Dat was Tebaldo en de Stimme vom Himmel in Don Carlos, in de Salzburger Festspiele. Aber jetzt wird es Zeit, dass Sie singen lernen. En toen ging er bij mij een lichtje op. Ik denk, als die man dat zegt, dan ben je eigenlijk toch verplicht aan dat wat je hebt gekregen. Van de goede God en je verplicht, vader en verplicht alles. Verplicht naar talent te luisteren. Om daaraan te werken. U leerde veel en had een werkelijk impressionante carrière. Ik denk dat is niet te onderschatten. En dan besluit u eigenlijk, mijns inziens betrekkelijk jong, op 61-jarige leeftijd, een jaar of 10 geleden. Ik geloof dat ik een groot afscheidsconcert doe en daarmee stop. Waarom? Ik stopte omdat mijn man destijds, ja, hij was toch wel,
Ja, ik kom dat op het podium en in ons vak gaat alles over liefde en doodgaan. Hij kon dat niet goed tegen. En er zat toch wel een beetje jaloezie in van op het podium. Ja, nee, dat wil ik niet. Dat hij te dicht bij mijn vrouw kwam. Oh, u stopte en echt om de goede lieve vrede in uw huwelijk te bewaren. Ja, en ik dacht ook van, ja, die man die houdt waarschijnlijk zoveel van me. Ja, die wil dat niet. En ja, en toen ben ik dat gaan terug. Ik heb me Vindt u dat een. Staat u nog altijd achter die beslissing? Want ik vind het best wel een heftig besluit om voor de liefde, je passie, je roeping, zeker, iets waar je zo getalenteerd in bent. Misschien begrijpt u dan ook dat ik nu 8 jaar lang geen interview meer heb gegeven. Dat ik ook veel heb moeten nadenken over mijn leven. En heb moeten nadenken, ik denk, ja, waarom heb je allemaal over deze beslissingen genomen? Hoezo en waarom? Maar ja, toch denk ik dat je daarin niet moet blijven hangen. Nee. Want toen ik die beslissing toen nam, dacht ik dat het de juiste was. Wat is de conclusie van het 8 jaar nadenken? Wat is de meest leidende inzicht wat u hebt gekregen in die 8 jaar? Dan kom ik terecht bij mijn huidige man. Daar heb ik eigenlijk voor het eerst ervaren, en dat ging ook stapje voor stapje, dat ik mocht zijn wie ik ben. Ik kan heel emotioneel zijn. Ik kan op de gekste momenten in huilen uitbarsten. Hij laat me, want dat ben ik. Hoewel ik nu in een heel andere wereld terecht ben gekomen, vind ik het zoveel puurder, zoveel mooier. Ja. Dat u bij uzelf terecht aan het komen juist, bent. Juist, ja. En dan sta ik daar in Sleenaken-Eupen voor de eerst op een balkon en kijk uit over de wei, dus met de prachtige koeien en koetjes. En dan zei ik in het begin nog wel eens gekscherend, goh, een paar jaar geleden keek ik uit over de Middellandse Zee en dit. En wat is nu mooier, deze wei dus met die koeien? Ja, het is prachtig. Met welke zin, met welk lied zou u willen afsluiten? Wat zou u mij en de kijkers mee willen geven? Ja, dat het leven waard is om te leven. Iedere dag weer. En ook al verval je af en toe in melancholie, mag ook, want dat geeft je wel weer een innerlijke drang om die passie te gaan meedelen aan iedereen. En liefde. Leefde Isus gegeven. Met de leefde sluiten we af. Fantastisch. Dank voor de bijzondere ontmoeting, Marion Lambrix. Dank je, insgelijks.